Yo mensen van Mick, mijn naam is Mick en leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag gaan wij Fortnite dansjes die in Fortnite moeten, maar nog niet in Fortnite zitten, aan jullie laten zien. En ik hoop dat jullie er zin in hebben. Als je nou even zin in hebt, smash dan even 50 duimpjes omhoog. 50 duimpjes. Als je gewoon even 50 duimpjes binnen 3 seconden kunnen halen als deze video online staat. Dus gewoon als je zeg maar gewoon even die, in plaats van even die first type, even dat duimpje omhoog doet, dan ben ik tevreden. En als we even 6000 in totaal kunnen halen, dan zou ik extra tevreden zijn. En als je nog niet geabonneerd bent, ja, druk gelijk op dat subscribe knop. Maar in ieder geval, laten we gewoon meteen gaan beginnen met deze video. Ik zeg, gooi de intro erin. Oké, de allereerste dansje is meteen het dansje die je natuurlijk zeker weten erin wilt. En dat is de pom-pom. En dat is natuurlijk de welbekende ninja dansje. Ik doe hem nu een soort van voor. Ik zal hem ook nu gewoon in beeld gooien. Pom-pom. Ik vind het echt gewoon, dit moet erin. Natuurlijk heeft ninja al de plunga of zoiets, of de plunja. En dat is zeg maar de pickaxe met het ninja mes er doorheen. Het zou geen ideaal zijn als deze erin kwam. En het zou ook heel leuk zijn als hij maar één keer in de shop kwam dan. Dat hij ook heel speciaal blijft. Pom-pom. Ik denk dat die echt insane veel verkocht wordt. Want ja, er zijn natuurlijk heel veel fans van Ninja. Onder andere ik. En ik zou hem ook zeker halen. 100% instant. Gewoon buy. Oké, volgende dansje is de, of meer eigenlijk emote is dit, is de Invisible Box. En dit is de Invisible Box. Misschien kennen jullie het clipje al. Want het is een soort van trending gegaan. Het is eigenlijk best trending gegaan. Het is zeg maar een meisje die op een box staat. Maar ze staat eigenlijk helemaal op niks. En het ziet er heel echt uit. En het zou gewoon tof zijn. Dit zijn een beetje trends, coole dingen die in Fortnite gewoon moeten komen en er nog niet in zijn. Oké, het tweede dansje is ook een hele grote trend geweest. Eigenlijk zijn alle dansjes in deze lijst een beetje trends of coole dingen die de meeste mensen wel kennen. Want ja, dat is natuurlijk het leukste als dat in Fortnite komt. Als er een zelfverzonnen nieuw dansje komt, kan wel heel tof zijn. Net zoals die de Orange Kid, maar ja, het leukste zijn toch dansjes die je al kent van een trend die er geweest is. En dat dansje is de Running Man. En die gaat volgens mij zo. Ik kan hem nu even niet nadoen, maar hij komt nu gewoon in beeld. De Running Man. En dit is echt een zeer grote trend geworden. Ik denk als deze in Fortnite komt, dat maar ook echt heel veel mensen hem zouden kopen. Iets minder als de pompon, want ja, dat is natuurlijk van Ninja. Maar alsnog, überhaupt, pompon, wat is de kans dat erin komt? Running Man, wat is de kans dat erin komt? Ik zeg niet dat ze erin komen, maar het zou heel tof zijn dat ze erin komen. Maar ze doen nooit dit soort dansjes. Dat vind ik altijd jammer. Ze doen soms wel toffe dansjes zoals, of emotes zoals de dab. Dat was zeg maar een emote die bijna iedereen had gekocht op dat moment dat hij in de shop was. Maar de Running Man, die zou ook insane verkopen. En de volgende die ik ga noemen, die is ook echt fucking vet. En dat is de Michael Jackson himself. Michael Jackson, natuurlijk bekend van onze dansmoves. De moonwalk, tuurlijk de moonwalk. Holy shit. Ik zweer het je, dit zou zo dope zijn als de moonwalk in Fortnite kwam. Gewoon dat je iemand met een pump even baf schiet door zijn kop en dan even de moonwalk erachteraan gooit van hey, fuck jou. Dit zou zo dik zijn als de moonwalk in Fortnite kwam. Oké, het volgende dansje is ja met Sukukita. Tame Kukusita. En het soort van de Zenny-dans lijkt er een beetje op. Maar mij lijkt het toch tof als, ja, ik noem hem even de Alien Dance. Als die, zeg maar, toch echt in Fortnite zou komen. Gewoon volledig. Dus niet, zeg maar, een soort van namaak. Maar echt gewoon de toffe, zeg maar, hoe het eruit ziet. Ja, jullie kennen het wel vast wel. Ik zal het nu even in beeld doen. Dit dansje dus. Het zou gewoon tof zijn als dit dansje gewoon echt gewoon mooi nagemaakt in Fortnite zat. Zoals hij daar ook zit. Zodat iedereen het weet. En ook een beetje hetzelfde deuntje zoals de Dame Tokusita achtergrondmuziek heeft. Een heel moeilijke zin. Ik weet niet hoe ik het moet vertellen. Het soort van hetzelfde deuntje als het Alien dansje. Het originele. Ja, snap je het? Oké, laten we naar de volgende gaan. Air Guitar. Natuurlijk heb je al de guitar emote. Waar je wel gewoon een gitaar vast hebt. Gitaar. Ik wou het op zijn Engels zeggen, maar gitaar vast hebt. Maar mij lijkt het ook heel tof als die gewoon lekker een air guitar, dat dat ook gewoon lekker erbij komt. Zie iemand met een echte gitaar spelen, kom je even met je air guitar eraan. Echt. Dat lijkt me super tof. En laten we dan naar het laatste dansje gaan. En hier gaan we gewoon even, deze gaan we gewoon even doen. Kijken of jullie kunnen raden. Zeg het in de comments voordat ik het vertel, oké? Oké, wie weet hem? Plaats het nu in de comments. Het is namelijk de Usain Bolt emote. En dat is zeg maar als Usain Bolt altijd klaar was of gewonnen had of iets in die richting met een wedstrijd. Dan deed hij altijd zo in de lucht en dan ging hij op zijn knieën zitten. En dat is gewoon echt iets iconisch. Iets
Dat is gewoon iets heel erg bekends. Een bekende emote. En het lijkt me super tof als dat in de game is. En zulke emotes zou ook maar 200 moeten kosten trouwens. Maar het is toch super dope als je zeg maar Victory Royale hebt. En ik kan hetzelfde als U-Symbols even zo doen. Zou toch super vet zijn. In ieder geval hoop ik dat jij genoten hebt van deze video. Durf je duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En ik als Fortnite, als je kijkt, doe tenminste één emote tussen. Één emote zal al gewoon super dik zijn. Eén emote. Gewoon één emote die ik net heb opgenoemd. Ik zou hem voor je kopen, Fortnite. Dus als je kijkt, koop even. Of gooi in de game. In ieder geval hoop ik dat jij genoten hebt. Abonneer, like en mik out.